is. Yeah! Woe! Nou, dit is dus Nadista. Ja hoor, hi! Nee, wordt het echt opgenomen of... Ja. Echt? Oh, nee, nou moet ik het serieus gaan doen. Nee, dat hoeft helemaal niet. We zijn niet zo wat serieuzer. Ja. Maar ik wil even Nadista voorstellen. Dat heb je zelf al gedaan. Ja, dat is dat. Ja. Nou, en Nadista die gaat het gezicht worden van onze donkere huidlijn. Cool, hè? Ja. Ja, ik kan dat natuurlijk niet, dus ja. Je kan het wel, maar wij kunnen ons niet identificeren nee. met. Dus ik ga het doen, yeah! Ja, cool, hè? We gaan zelfs een nieuwe website maken. Hè? Cool. Dus echt een website puur voor de donkere huid. Wordt echt cool. En jij zit in Almere, hè, in je salon. Ja. Maar vertel, hoe heet die? Wat doe je? Almere Buiten. Mijn salon heet I'm Rosie en dat betekent ik voel me goed. Ja. Yeah. Dus allemaal komen, maar daar gaat het nu even niet om. Ik ga jullie helpen met van alles. Make-up. Hoe breng je dit aan? Hoe breng je dat aan? Je kan allemaal vragen stellen. Het wordt allemaal gewoon hartstikke gezellig. Ja, maar jij weet natuurlijk alle problemen van het donkere. Ik ken alle problemen. Nou, alle problemen. Ik denk dat jij meer weet dan ik weet. Maar luister dan. Het gaat goed komen. Ja, maar jij weet natuurlijk wel van, hey, het mag niet grijs worden, de make-up. Het mag niet gaan glimmen. Het mag niet dit en het mag niet dat. Klopt. Ja, ja, al onze punten waar we mee zitten, grijs worden, de foundation die niet één wordt met de huid, die gewoon op de huid blijft liggen, net als een schilderij. We gaan ze allemaal oplossen, want dit is make-up. Nee, die kennen jullie niet. Ja, maar jullie gaan het leren kennen. Want wat ik heb ervaren, hey, luister dan, dit hebben jullie nog nooit ervaren. De mensen die nooit creative cosmetics hebben gebruikt natuurlijk. Dus. Ja, jij werd er blij van, hè? Ja. En Nadista kwam binnen een poosje geleden hier en ze zegt, luister, ik ga heel eerlijk zijn. Ja. Nou? Ja, ik kan niet anders. Jullie weten toch, dit en dat. Ja, ik had echt zoiets van, ga ik dit doen? Ik ga dit doen. Ik had echt zoiets van, hoe kan poeder nou dekkend zijn? Met allemaal vlekjes, puistjes, van alles. Kan niet, bestaat niet, maar het bestaat wel. Zelfs zonder concealer heb je gewoon al die vlekjes weg zijn. Ik bedoel, hey, kijk naar mijn huid. Oh ja. Hey, en je gaat ook heel veel video's maken, hè? Met allemaal tips en tricks. Ja, ik ga video's maken en daar ga ik gewoon jullie mee helpen. Maar ook mezelf ook gewoon. Hè? Ik ga mezelf opmaken en dan kijken van hoe werkt dit, hoe werkt dat. Want ik weet ook niet hoe de make-up werkt. Nee, zometeen ga je een workshop doen, dan ga je het allemaal leren. Ja. Ja, en straks kunnen mensen bij jou ook bijvoorbeeld een workshop doen. Ja, lijkt me wat. Als jullie nou gewoon even opgeven wat je wil weten. Hè? Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hoe doe je met poeder je wenkbrauwen? Of, oogschaduw is altijd poeder. Hoe breng je de foundation op? Nou, maakt niet uit allemaal. Maakt niet uit. Stel gewoon je vragen. En dan ga ik je rechtlijst maken. Ja. Cool. Ik vind het leuk. Ja, ik ook. Het is wel een beetje eng hoor dit. Maar komt goed. Ah joh, video's maken zo leuk. Ja. Ja. Gaat helemaal goed komen. Ja. Nou, dit is Nadista en je gaat nog heel veel van haar zien. Yes. En horen. Ja, horen wel, hè. Horen sowieso. Jullie horen me altijd, weet je toch?